Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. In een verscheurde, verwarde wereld zorgt het handrijden voor verbondenheid. En het handrijden zorgt ook dat je alle drukte en zorgen vergeet en even gewoon ongecompliceerd plezier kan maken. Sophie Leijten vertelt over haar job als verpleegster tijdens het handrijden en over de impact van een koning in de familie. Hallo, mijn naam is Sophie Leijten. Ik ben familie eigenlijk die al jaren de traditie van het ganzenrijden respecteert. Mijn vader is 4 keer koning geweest, mijn man 2 keer. Mijn zoon is nu voor de 3e keer koning en is ook keizer geweest. Dus het ganzenrijden zit ons eigenlijk in het bloed. Ik ben al enkele jaren verpleegster. Hoe ben ik dat geworden? Mijn collega Mieke was alleen en we zochten nog een tweede dame. Zo ben ik er eigenlijk ook bij. Gekomen. Als de kinderen klein waren, dan heb ik even ertussenuit geweest. Wat is er zo fijn? We zijn eigenlijk een medisch team dat 1 keer per jaar helemaal uit een bol gaat. Dat is super tof. Wij spreken af om even terug in de sfeer te komen. We zoeken altijd een origineel idee dat we kunnen meenemen. Elk jaar iets nieuw. We hebben 2 dokters en we hebben een koets en dat is super fijn. Met heel ons team op de koets altijd verhalen vertellen. Een van onze dokters komt uit Moskou, dus dan is het ook leuk om te vertellen hoe is het daar en wat is er allemaal het afgelopen jaar gebeurd. We vertellen ook alles wat we gezien hebben, wat hebben we horen vertellen. Dus een beetje roddelen op de koets is ook wel fijn. En dan onder de gallen is dat heel plezant. We proberen iedereen in een goede moed te krijgen door een genevertje te geven of iets anders wat we bij hebben. Kortom, eigenlijk verpleegster zijn is een superleuk weekend bij de ganzenrijders. Is een beetje delen van alles. Het is gewoon feesten en na het weekend echt even ontkikken van alles wat je meegemaakt hebt. Ik ben geboren in een ganzenrijdersfamilie, dus dat is iets wat een heel jaar door belangrijk is in ons leven. Dat zijn de festiviteiten. Maar het ganzenrijdersweekend is natuurlijk het topweekend van het jaar. Dat is een traditie. Dat is terugkomen naar je roots. Dat is even alles vergeten. Niks en niemand moeten rekening houden. Gewoon doen wat je graag doet. Met een leuke binde met mensen. Plezier. Veel leut maken. Ik denk dat dat vooral een heel belangrijke is. Dat je even de drukte van de wereld kunt vergeten. En nog eens echt gewoon plezier hebben. En onder mensen zijn. En babbelen. En iets drinken. En lachen. En dat vind ik vooral aan het ganzenrijden super belangrijk. En traditie. Ik hou wel van tradities. Je moet meegaan met je tijd sowieso. Maar dit is toch iets dat blijft. Evolueert een beetje. En wat ik heel fijn vind, is dat je eigenlijk als kind dat hebt gezien. En nu mijn eigen kinderen, die ondertussen ook al meerijden. Dat doorgaat. Dat als mijn zoon de kop trekt, dat mijn vader, mijn man, mijn zoon, dat wij daar allemaal samen zijn, er kunnen van genieten. Dat is echt iets ongelooflijk. We hebben ook eigen paarden. En die eigen paarden zijn voor ons ook een heel belangrijk onderdeel. Waarom? Als je koning wilt worden, wat iedereen super graag wilt, moet je goed kunnen paardrijden. En als je een eigen paard hebt, dan is dat een beetje het verlengde van jezelf. En dat is bij ons natuurlijk een meerwaarde. Je kunt heel het jaar door rijden. Je weet, je kent je paard. En soms heb je, wij zeggen altijd, je hebt veel geluk nodig. Maar goed kunnen rijden in je eigen paard is misschien juist dat klein tikkeltje waar dan nog een breekt om koning te worden. En misschien is het daardoor dat wij toch al wel wat koningstitels bij ons aan de muur hebben hangen. De impact van een koning in uw familie is ongelooflijk, omdat dat een grote verbondenheid brengt. Hè. Sowieso is het ganzenrijden belangrijk. En een koning is een beetje de bekroning op het werk. En als je man of je zoon koning wordt,
dat is gewoon uitzienig. Allee, er zijn grensrijders die zeggen dat het schoonste is wat je kunt meemaken. En ook al staat je er als partner naast of als moeder, dat is toch iets ongelooflijk dat je dat kunt meemaken. Dat is zo het ultieme doel. En we hebben dan het geluk dat wij hebben mogen meemaken dat mijn zoon ook keizer is geworden. En dat is nog een stap verder. En voor ons was dat alleen een dubbele, omdat in het jaar dat mijn zoon keizer is, zijn grootvader is overleden. En dat wij een heel jaar eigenlijk dat samenhorig gevoel van heel die grensrijdersfamilie gevoeld hebben. Mensen spreken nu erop aan, we hebben geleefd. Want als keizer moet je dan het jaar erop het keizerrijden organiseren. Er is echt een hele hechte groep, werkgroepen ontstaan. We hebben er ons best voor gedaan, samen met al die mensen, om er een topevenement van te maken. En nog meer dan anders voel je eigenlijk een heel jaar die samenhorigheid van mensen die zeggen, ja, we willen ervoor gaan. We willen er echt iets leuks van maken. Wat ik wel kan begrijpen, is dat je moet er echt in zitten om te weten wat dat is. Ik denk dat heel veel gemeenschappen eigen tradities hebben. In Aalst hebben ze carnaval, ergens anders hebben ze iets anders. En op zich, het gaat over een groep van mensen die samenkomen, die verbonden zijn. En die verbondenheid om dat ene ding, en voor ons is dat het grensrijden, dat is iets superkrachtig. En ik denk zeker in een tijd als vandaag, is dat een enorme meerwaarde. En dat dat dan een traditie is die al jaren meegaat, ja, dat maakt het nog eens speciaal, omdat je echt kunt zien van, zoveel jaar geleden was dat er ook. En het doel blijft altijd hetzelfde, samen zijn rond één bepaald iets. En dat vind ik iets heel magisch aan het grensrijden voor mij.